Nou, Po, vanaf de teerweg waarop we aan vastplakten, zijn we nu in jouw nieuwe woning. Kom maar eens binnen. En waarom wil jij graag hier naar het gebind 8 gaan wonen? Daar is tenminste rustig. Daar is het een stuk rustiger, hè? Want bij ons willen ze nogal veel kletsen en wat kabaal maken. En dat vind jij niet meer zo fijn. Nee, hè? Nee. Dan zullen we eens door de woning lopen, kijken hoe dat het geworden is. Tegels neergelegd, dat was de vorige keer nog niet. Toen we kijkdak hadden, waren er nog hele grote graafmachines aan het zetten. En nu is er al heel veel klaar. En hier staat de tuintafel. Hier komt de tuin en de tuintafel en de stoelen. En denk ik nog wel een parasol, dat je ook een beetje uit de zon kunt zitten. Maar ik zie dat je hier ook een dakje boven je hoofd hebt. Hè? Buiten, dus dat houdt ook al wat zon tegen. Nou, gaan we eens kijken. Gaan we naar de hal. En dan gaan we eens kijken of jij je slaapkamer kunt vinden. Ja, denk hier. Ja, denk hier. En had je ook al een beetje nagedacht dat jij je bed neer gaat zetten? Nee. Als we dat nu zo zien, wat zou een goede plek zijn, denk je? Dan ben je in die kant. Ja, dat zou kunnen. En die kast aan die kant. Volgens mij een hele goede oplossing, Paul. Ja. En volgens mij had je deze keer ook, dat had je bij ons nog niet, hè? Een eigen toilet. Ja. En een eigen douche. Ja. Weet je nog waar die zit? Ja. Ook in deze kamer? Nee. Nou, ook, dan heb ik een verrassing, volgens mij wel. Kom maar eens. Kom hier. Hier dan. Ja, hier. Ja. En je kunt ook niet anders houden, hè? Ja. Kijk. Ja. Kom in. Je hebt nog geen wc, die moet denk ik nog afgemaakt worden. Ja. Ja, zeker. Hoe vind je de badkamer? Netjes. Netjes. Ja. Kijk, de douche hebben ze ook al uitgeprobeerd. Ja. En dan komt dadelijk daar het toilet nog. Ja. Komt helemaal goed. Ja. Voordat het... Weet je de datum nog? Wanneer? 13 juli. 13 juli gaan we verhuizen, is hier alles klaar. Ja. Ja.